Hallo allemaal, daar ben ik weer. Ik ben Gamerpapa en ik neem het eventjes over voor juf Jannie met de LOL Surprise ballen. Dit is een speciale serie, dit is de glitter serie. Ik heb het gisteren ook al gedaan, ging niet helemaal goed, want ik heb de comments bekeken. En toen heb ik even wat dingetjes gedaan. Dit is dus een gouden bal. Nou, ik wist niet dat dat een hele bijzondere bal was. Ik dacht, nee, het zijn glitterballen, er hoort iets glanzends bij. Dus ik had gisteren blijkbaar een gouden bal geopend. Wat ik ook niet wist, was dat dit hengsel hier in de zijkant moest. Daar valt allemaal water uit. dus dat heb ik ook even aangepast. En wat ik heb gezien is dat je dit ding dus hierin kan doen. Ik heb even die handleiding erbij gepakt. En wat er nog meer was, het pizzadeksel. Dat moet er dus blijkbaar zo op. En dan kan die pop daar ertussen. Want ik maar probeer het hierin te krijgen. Maar er zitten hier dus van die soort de randjes waar je hem zo op kan leggen als die pop erin zit. Het blijft dus niet uit zichzelf zo zitten. Nou, dat wist ik allemaal niet. Vandaag wordt dus poging 2. We doen het wat beter. We hebben vandaag, in tegenstelling tot gisteren, hebben we wel zo een kaart. En dat is natuurlijk wel handig, want ik kan die kaart er nu dus eerder bij pakken. Dat kon niet met die vorige bal, want toen hadden we nog geen kaart. Dus toen moesten we het doen op het moment dat we die kaart kregen. Nu gaan we proberen met de kaarten doen. Dus vandaag, poging 2, met een LOL Surprise glitter seriebal. En we gaan de stappen weer af. En ik vind de eerste stap het leukst. Dat geluidje, dat werkt heel rustgevend. Even kijken zo. Ik hou weer een beetje buiten beeld bij de microfoon. Het is zo, kijk, dat geluid. Oh, niet helemaal goed gegaan. Is toch wel erg speciaal. Dat hoort bij zo'n LOL bal. De eerste laag. Ik pak even de kaarten toen eventjes weg. De eerste laag. Even kijken. Oh, heb ik mijn hand erop? Ja. Dat had juf Jannie gezegd dat ik heel goed mijn hand er moest houden. Hand voor moest houden. We hebben een lamp. Trouwens, hè, dat weten jullie. Zijn dit dezelfde rebussen van die andere poppen? Want stel bijvoorbeeld een pop zoals MC Swag. Die hebben we al een keer gehad. Tenminste, bij de gewone serie, niet de glitterserie. En zijn dit dezelfde rebussen? We hebben een lamp, lights. Oh, ik weet het al. Ik weet het. Lights, camera, action. Dat moet hem zijn. Denken jullie niet? Licht, camera, actie. Dus zij is een Hollywood superster. Die, of lights, camera, dance. Ik weet niet, lights, camera, action zal het zijn. En dit is een Hollywood superster die er waarschijnlijk van houdt om voor de camera te staan. En ik monteer altijd juf Jannie's video's. Hè? En ik weet ook dat juf Jannie echt vaak vergeet om de oplossing van de rebus te geven. Dus we doen hem gewoon nu direct. Dan moet ik hem altijd nog snel inmonteren aan het einde. En het is lights, camera, action. Ik had hem goed. En nou, ik had gelezen in de comments dat iemand zei dat juf Jannie pas vanaf het flesje, zo, als van het flesje de kaart erbij pakte. Maar dit is dus de juf Jannie had al verteld dat dit de karaktereigenschappen zijn van de pop. Dus zij houdt van lichte camera acties. Ze houdt er dus van om in de spotlight te staan eigenlijk. En te acteren en alles. Weet je, ik begrijp wel dat juf Jannie zulke lange nagels heeft. Want met mijn nagels gaat het helemaal niet zo makkelijk. En we gaan gewoon weer even zo. Kijk, Rits. Ik vind het wel. Ja, oké, ik weet het. Ze zouden dit toch ook gewoon echt voor jongens moeten maken. Zo'n soort bal. En dan misschien niet met deze poppen, terwijl dat ook gewoon zou kunnen natuurlijk. Maar het idee van zo al die lagen uitpakken is toch wel leuk. We hebben hier de stickers. Nou, die stickers die had ik gisteren ook. En ik weet nu dat ik hier niet zoveel mee kan doen. Plus water, dan gebeurt er één van deze vier dingen. Nou ja, dat is leuk. Maar we hebben nog geen pop, we hebben nog geen idee. We moeten naar de volgende laag. Denk ik dan. Toch? We gaan gewoon naar de volgende laag. En zo meteen, even kijken wat die laag is nu. Ik heb even de rand. Heb ik de grote rand? Ja, kijk. Stik gehad, we gaan naar het flesje. En bij het flesje wordt het tijd om. Ah, dat geluid. Bij het flesje wordt het tijd om de kaart erbij te pakken. Want het flesje zegt blijkbaar al iets over. Maar hoe zet ik hem neer? Zo. Hebben we iets om naar te kijken? Zo, twee oogjes. Het flesje zegt al iets over de pop. Is het weer net zo'n mooi flesje als gisteren? Als je trouwens wil weten welke pop ik gisteren heb geopend, hè. We zien hier de bal, het is een gouden bal, dat is dus heel bijzonder. Hey, trouwens, even serieus. Dit is ook een gouden bal. En
Dat is dus ook bijzonder. Of we hebben dezelfde als gisteren. Of al die glitter LOL-ballen zijn gewoon in gouden ballen. Ik heb nog één zo'n bal. Zie je, ik heb er hier nog één, die is nog dicht. En eigenlijk wilde ik die bewaren voor juf Jannie zelf. Want dat is natuurlijk ook wel leuk als zij deze dingen kan openen. Maar zou het toeval zijn dat wij gewoon twee gouden ballen achter elkaar hebben? Kan, natuurlijk. Ik bedoel, weet je, ze kunnen gewoon denken, nou, juf Jannie heeft nu gewoon zoveel pech. En Gamerpapa heeft het al zo moeilijk met het moeten openmaken van LOL Surprise Ballen. Dat we gewoon ervoor zorgen, met karma of weet ik veel hoeveel wat, dat hij twee gouden ballen krijgt. Nou, we hebben in ieder geval een andere fles dan gisteren. Deze gaat even opzij. Dus zoals ik zeg, kijk even naar het videootje van gisteren als je weet welke pop ik wil hebben. Ik heb hem expres niet laten zien. Dit is hem, het flesje. Ik vind die van gisteren mooier. Oh, dat was even tegen de rambak. Ik vind namelijk die blauwe glitters vind ik mooier. En dat wolkje wat hier is misschien een foutje, maar vind ik er leuk uitzien. Dus ik vind deze mooier dan deze. Maar dat is niet erg. Dat is mijn idee. Hij kan ook gevuld worden. Het is ook weer wel dat het een beetje loslaat nog steeds. Ook die andere, bij die andere was al die glitters hierop. En dat vond ik ook leuk uitzien. Maar we hebben dus een ronde. We gaan hier naar kijken. Want dat zei Jufjan. En hoe ze dit doet, dat weet ik eigenlijk niet. Want we gaan dus kijken naar die dingen. Wacht even, ik zie hier dus ook nog steeds rare, ultra rare. Dat is dus de paarse en de gewone. Er zijn dus wel meerdere rares. We hebben dus gewoon blijkbaar geluk. Er zijn dus ook gewone ballen van de glitter serie. Nou, heb ik dan toch even iets leuks, iets extra's. Ik zal het niet in de titel zetten, want dat schijnt niet heel erg leuk te zijn als ik in de titel al zeg dat ik een rare bal heb. Maar wie zou er een oranje flesje kunnen hebben? Wie van deze dames heeft een oranje flesje? Het is sowieso een van ze die ook nog van acteren houdt. Ik denk dat Diva, dat klinkt wel goed. Diva klinkt wel als een pop die van acteren houdt. Of Center Stage. Center Stage klinkt misschien ook nog wel goed. En die heeft ook wel iets met oranje, denk ik, als je naar de haar kijkt. Dus ik denk Diva of Center Stage. Diva is misschien meer zingen. Weet je, zangeressen worden meer Diva genoemd. En dan hebben we hier een Center Stage. En dat is dus Center Stage. Die wil graag in het centrum van de aandacht staan. Die middelpunt van de aandacht wil die persoon graag staan. Dus laten wij zeggen, ik zet hem even bij Center Stage. Dan gaan wij naar de volgende laag. En de volgende laag, want dat weet ik natuurlijk nog steeds niet uit mijn hoofd, is de schoenen. Wat voor schoenen heeft deze LOL-pop? Oh, dit is niet goed gegaan. Zo. Ah, dat klinkt leuk. Wat voor schoenen hebben wij om naar te kijken? Center Stage heeft paarse schoenen. Dat is één ding. Waar is de onderkant nu heen? Hier is de onderkant heen. Het zijn wel ook twee schoentjes inderdaad. Even kijken, hier is de opening. Goed in de camera. Zo. Oké, dit zijn geen paarse schoenen. Dit zijn roze schoenen met gele strepen. Roze schoenen met gele strepen. Roze rocker misschien. Het zijn niet echt roze, Diva is roze. Center Stage is een beetje paarsroze, maar die heeft... kan je dat zien? Ik ga even kijken of het lukt. Ja, het lukt. Die heeft meer van die balletschoenen aan, weet je, met die touwtjes. Hoops MVP, dat zou kunnen. Die heeft ook een oranje broek aan, dus zou het bij passen. En die heeft sokken, dat is, zij heeft geen sokken. Deze heeft ook niet echt sokken. Nou, Hoops MVP, jij bent mijn volgende keuze. Maar die, ik zou denken dat zij een basketballer was of zo. Maar oké, we hebben de sokken. We hebben van alles. We gaan nu naar de laatste laag toe. Die gaat natuurlijk ook weer helemaal niet goed. Oké, het pizzabakje. Pizzabakje. En wat zit er in het pizzabakje? In het pizzabakje zit de rok. Of de kleding. Het is niet eens een rok. Hè. Gisteren was het, was het iets anders dan een rok. Even kijken. Zo. We maken hem open. Nu moet het toch wel duidelijk zijn wie het is. Ja. Kijk. We hebben een oranje broekje. Heeft ze alleen een broekje? Dat kan toch niet? Oké, nou,
Ze heeft een oranje broekje. Dat moet dan toch echt wel Hoops MVP zijn. We leggen hem even hier neer. We leggen dit hier neer. Waar zou de shirt dan zijn? Vraag ik mij af. We doen het open. Dit is de pop. Die doen we nog niet. Alhoewel we bijna zeker weten dat het Hoops MVP is. Kijk, we hebben nu dit ding. En in tegenstelling tot gisteren weet ik nu dat die gewoon hier in moet. Zie je? Alsof ik het elke dag doe. Oh, en dan gooi ik dit weg. Dit is iets wat op haar hoofd moet. Een tiara of een diadeem of, zoals bij Hoeps heeft hier, een hoofdband. We maken hem open. Ja, kijk, dit is een... dit zit vast. Niet lostrekken als je dit hebt. Het is een hoofdband. Ja, het moet wel Hoeps zijn. Maar ik vind het zo raar. Want bij de vorige, je zou toch denken dat er ergens een zakje zou zitten met haar bovenstuk, met haar t-shirt. Dus wat wij nu gaan uitvinden is of het t-shirt op de pop zelf zit, in dit geval. Nee. Niet. Oké. Ik ga gewoon even kijken hoe dat zit. Ik zal echt ergens een zakje hebben overgeslagen. Hier zit het niet in. Hier zit het niet in. Hier zit hij niet in. Hier zit hij niet in. Hier ook niet. Hier ook niet. Ik zie hem. Ik weet niet hoe dat is gebeurd. Deze is er uitgevlogen. Zo, sorry. Ja, het is hier nu eens een rommel geworden. Want ik was wat kwijt. Dit is haar shirtje. Nou, daar ben ik wel blij mee dat het shirtje er wel gewoon is. En ook hier weer. Hier niet. Nee, dat meen je niet. Dat is wel jammer. Bij die andere zit er hier altijd zo'n soort snee in. Waardoor het veel makkelijker is om te doen wat ik nu moet gaan doen. Hier ben ik dus echt niet... Oh, ik zal hem gewoon even zo doen. Kijk, deze lukt. Nu is de grote vraag. Hoe doen we dit? Ja, dit is... Even kijken hoor. Misschien... Hoe werkt dit? Hoe doen jullie dit? Zo. 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 Kijk, daarom zit die snee dus altijd in. Oké, kijk, ja, bijna. Ja, hebbes. Hoe? Dit is er. Schoenen. Hier zijn schoenen. Zo. Zo. Is er ook nog een linker en een rechtervoet? Nee. Even kijken. 1, 2, dat zit dicht. Dit is er. Ze heeft zwarte haren. Maar dit is dus een special edition. Dit is een special... Nou, het is een special edition. De glitterpoppen zijn het. Maar het is dus weer een rare. We hebben nu al 2 rares. En er zijn blijkbaar ook niet rares. Want hier op het lijstje staat dat goud rare is. Blauw gewoon. En een paarse ultra rare. Zo ziet ze eruit op haar bal. Ik ga zo meteen ga ik er nog neerzetten. Dan ga ik de camera verplaatsen. Ga ik ook een bak met water halen. Gaan we er vullen en alles en zo, weet je. Dus dat komt in deel 2, om het zo te zeggen. Na de knip. Maar we gaan eerst even hier bekijken. Ook zij heeft weer heel erg losgelaten. Shiny broekje. En we zien inderdaad dat het broekje... Zo, kijk. Het broekje past bij haar beker. Roze, roze schoentjes. Roze in het broekje. Roze hierop en... glitters en de glitters komt helemaal overeen. Ja, de achterkant van deze poppen is nooit het meest mooie, omdat er natuurlijk al die lijntjes en zo zitten. Het is wel heel, het is net olie wat ze op haar haar heeft. Het ziet er wel heel cool uit zo in het licht. Door al die lampen die we hier erop hebben staan, glanst het heel erg cool. Nou, ik zie jullie terug na de knip als wij gaan kijken welke van deze stickers ik kan gebruiken. Hey, weet je, trouwens, er staat hieronder wat het zou kunnen zijn. Bij deze, bijvoorbeeld, Fancy staat een staat huilen en even kijken en spuiten uit haar mond. En bij Hoeps staat plassen en spuiten uit haar mond. Dus dan moeten we even uitzien te vinden welke van die twee het is. Ik denk dus dat ik deze dan niet in koud water hoeft te houden. Want degene die in koud water kan gaan, dat is Diva. Oh, Diva is ook degene die dat gewoon doet. Zie je dat?
Dat is apart. Ze geven hier gewoon weg dat D.Va de enige is die blijkbaar van kleur verandert en voor de rest niks anders doet. Dus dat, ja, dat is mooi. Dan hoef ik er alleen te vullen met water en dan gaan wij kijken wat ze doet. Ik ga dat dit keer wel boven een schoteltje doen, want gisteren was het hier helemaal nat. Oké, tot na de knip. Zo ziet ze eruit. Ik heb ook even haar hoofdband op haar hoofd gedaan. Ik zei niet losmaken, hè, daarnet. Maar je moet dit dingetje toch eventjes lostrekken, wil je dat doen. Want anders past het echt niet op haar hoofd. We vullen er ook nog één keer even met water. En dan gaan wij kijken wat ze doet. Ik heb hier even een kom. We maken er even los. En wij gaan kijken wat ze doet. Dat meen je niet. Ik vul hem nu even zo, dat gaat veel sneller. Maar dit, het is weer een plaspop. Oké, ik ga toch eventjes, weet je wat, ik kan het gewoon in zo'n LOL-bal doen. Het grappige is, juf Jannie vertelde mij dus vandaag, toen zij, of gisteren, ik weet het niet meer, toen zei ik dus, het is een plaspop. Toen zei ze, wauw. Want dat is best wel bijzonder, want zij heeft dus heel weinig plaspoppen gehad. Het was de tweede. Kijk. Zie je, het komt daar tussen de benen vandaan. Even toch. Eventjes, nou ja, ik kan het, dit uitdoen, werkt niet. Het is onhandig, ze plast gewoon in haar broek. Kunnen we het hier een beetje zien, zo? Nou, nu lijkt het net of ze een scheet laat, met al die bellen die eruit komen. Ook leuk, misschien iets meer voor de jongens. Dat zou een goed idee zijn. Jongens poppen van LOL en in plaats van dat ze in een broek plassen, laten ze een scheet. Dat vind ik een hele goeie. Maar dus hebben we dit. Zie je het? Het is een plaspop. We hebben de tweede plaspop. Die glitterpoppen. Even goed leeg knijpen. Deze glitterpoppen hebben tot nu toe 2 gouden ballen en 2 plaspoppen tevoorschijn gebracht. Wat moet ik nu dus doen? Ik moet dit niet zo omgooien, want er zit allemaal water in. Dus dan wordt het hier alsnog een kleederboel. Dat probeer ik juist te voorkomen. Wij moeten haar even neerzetten. Zo. Zo, staat ze. Die gaat even uit beeld. Deze gaat even in beeld. En nu het moment. De sticker. Die pakken we. De kaart pakken we. En zo. Hij zit erop. De sticker zit erop. 2 keer een plaspop. Nou, dat is bijzonder. 2 keer een gouden bal. 2 keer een plaspop. Juf Jannie baalt waarschijnlijk als een stekker. Dat zij het nu niet heeft wezen doen. We hebben lights, camera, action gehad als rebus. Zo past het net allemaal in beeld. En ik zou zeggen, dank je wel voor het kijken. Op zondag doen we weer een LOL-bal. Maar ik denk niet dat ik een glitterbal doe dan. Want zoals ik zeg, ik vind het ook wel leuk als juf Jannie ook nog zo'n bal kan openen. Dus dan doen we misschien zo'n minibal of een gewone LOL-serie 2 is het, geloof ik. Nou ja, we zien het wel. Kijk gewoon morgen wat ik ervan maak. Of ik het ook weer een beetje doe. Laat een comment achter. Vindt juf Jannie leuk? Heeft zij ook nog wat aandacht van mij? Want ik ben alleen maar bezig met werken voor haar kanaal natuurlijk. Geef het een thumbs up. Daar kan je abonneren. Daar zie je de playlist. En tot de volgende keer. En zoals ik op mijn kanaal altijd zeg, doei! Doepa doe!